Dit is de finishstreep van de Amstel Gold Race en het gaat stapvoets op dit moment althans. Het is spitsuur in de tourversie van deze Amstel Gold Race van de nieuwe finishlocatie in Bergen ter Blijt. Waar wij het komende uur op terug gaan blikken op een hele mooie dag die nog steeds gaande is. Want vele tourfietsers zijn nog onderweg van een route van minimaal 65 tot maximaal 250 kilometer. Ga er maar aan staan in een mooi lentezonnetje, maar wel een straffe wind. Dat viel niet mee, zullen we zeker vandaag veel gaan horen. De sfeer is er zeker niet minder om. Veel mensen zijn blij dat ze hier zijn. En er wordt al een beetje een feestje gebouwd. Dat zullen we ongetwijfeld straks gaan horen van de vele mensen die nu aan de finish verschijnen. We gaan ook vooruitblikken op de wedstrijd van morgen met de deskundigen. Aard Vierhouten bijvoorbeeld van Vacan Soleil DCM. Met Mark Lotz en met Ramon Kerkels van de Telegraaf. En aan de streep staat collega Maurice de Heus. Met ongetwijfeld de eerste mensen die al hijgend en puffend, althans daar gaan we vanuit, over de finish komen. Toch Maurice? Hijgend en puffend is het zeker, Sander. Want ze hebben al heel wat kilometers achter de rug. Al moeten ze de laatste honderden meters lopen, zoals je ziet op de achtergrond. Maar dan krijgen we mooie taferelen, mooie familiereunies. Bijvoorbeeld van deze meneer. Die, hoe lang heeft u gereden? 5 uur en een half. Ja, 5 uur en een half. Ja. Maar niet alleen, met de zoon. Met de zoon. Ja. Ging goed? Het ging heel goed, ja. Dan gaan we eens even naar de zoon toe, want pa is echt beter dan verwacht. Hoe was het, de Amstel Tour versie? Goed, goed, heel goed. Ja. Beter dan de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld? Dat is al een tijd geleden dat ik die nog gereden heb, dus ik kan het momenteel niet vergelijken. Ja. Maar ik hoor een ja aan de andere kant van vader. Ik doe niet graag de kasseien niet meer. Nee? Nee. Oh, was wel onderweg, want het is voor het eerst dat we het zonnetje krijgen. Het moet plezierig zijn. Heel druk. En gevaarlijk. Ja. Maar ze hebben er helemaal zonder schade de 250 kunnen afwerken. Goed, Sander, dus je ziet het. Hier komen de mensen binnen. Vader, zoon en dochter. Een hele kleine heb ik ook al zien binnenkomen. Zo dadelijk meer hier vanaf de finishlocatie. Dankjewel, Maurice. En we gaan eens kijken hoe het vandaag eraan toe ging. Maar ook wat er morgen staat te gebeuren in de klassieke de Amstel Gold. We praten over met Aard Vierhouten, ploegleider van Vacan Soleil DCM. Het is druk onderweg. Het zijn moeilijke omstandigheden. Veel wind. Wat hebben de mensen moeten meemaken vandaag, denk je, tourfietsers? Ja, genoeg natuurlijk. Het is hier een start in de ochtend. En dan weet je nog niet wat je te wachten staat. Dan weet je wat je eraan gaat beginnen. Maar ik denk dat we met z'n allen wel erg kunnen concluderen dat dit de eerste zonnig weekend van het hele jaar is. En dat is toch daar in de Amstel Gold Race en zeker ook in de tourversie is dat enorm belangrijk. Ja. De mensen die weer op de fiets gaan zitten. En dan eindelijk het zonnetje erbij. Maar juist dan gaat het tegenvallen. Hè? Want de voorbereiding zal voor veel mensen een stuk korter zijn geweest op de 250 dan normaal met die straffe winter. Ja, absoluut. Je trekt je fiets gewoon niet uit je schuur. Het is gewoon te bar en boos geweest. En we zien het al bij de professionele wielrenners wat zij allemaal moeten doorstaan. Laat staan dat je het voor je plezier doet natuurlijk. Ja, wat heeft jouw ploeg vandaag gedaan eigenlijk? Een dag voor de koers, wat doe je dan als renner? Ja, nagenoeg niks. Gewoon lekker laat ontbijten. Even een uurtje rondtrappen en dan voornamelijk aan de kant waar niet de Amstel Gold Race gereden wordt. Dus een beetje een vlakke route uitzoeken. En dan, dan ga je weer voor lunchen, een beetje masseren, weer op je bed liggen, filmpje kijken. Dat is een beetje de dag voor de koers. Beetje hangen, beetje wachten. Is dat leuk? Ja, het is wel ontspannen. Hè? Je bent op de plek van bestemming, je hoeft niet meer te reizen, je bent er. Je neemt nog een keer met je teamgenoten de wedstrijd door vanmorgen. Ja, je hebt de tijd en dat is wel lekker. Ja, dat is zeker waar. De tourfietsers van vandaag, 12.000 dus in getal, die konden vanmorgen vroeg al vertrekken. Zeker als je de 250 kilometer moet gaan fietsen, ga er maar aan staan. Dan moet je heel vroeg vertrekken. Dat gebeurde daarom ook al in alle vroegte vanmorgen. Hier aan de start in Bergen ter Blijt, die nieuwe finishlocatie ook. Met een ontbijtje om 7 uur vanochtend al. Daar was ook Kim Langeslag bij. De zon was vanmorgen nog maar net op en de eerste tourfietsers van de bedrijventeams die melden zich aan het ontbijt in de tent bij de finish, waar een goede sportmaaltijd voor hen klaar stond. Ja, er zit heel veel krachtstof in voor een paar keer de Kouberg te pakken vandaag. Hoe is dat zo'n ontbijt maken voor renners? Is dat anders? Het is vroeg opstaan, maar de rest komt allemaal op hetzelfde neer. En ze willen natuurlijk allemaal banaantjes. Ja? Ja. Dus we hebben voor vandaag 1500 bananen ingeslagen. Zo'n 1500 fietsers waren uitgenodigd voor het ontbijt, waar nog even de tactiek en het parcours werd doorgenomen.
Veel renners doen mee om zich even zo te voelen zoals de profs die morgen van start gaan. Omdat je toch op parcours rijdt van de Amstel Gold Race en dezelfde hellingen kunt rijden als de mannen die morgen rijden. Dus ja, veel volk, leuke sfeer. Weinig kunnen trainen natuurlijk. Nooit? Nou, zo nooit. Ja, dat zegt hij. Jullie trainen nooit. Nee, dit jaar niet in ieder geval. Goed, hè? Waar zijn uw vrienden? Die zijn allemaal binnen, die zitten te ontbijten. En u bent de fanatiekste? Nee, ik ben al klaar. Ik was de vroegste. Dat wel. Ik was de eerste hier. Ja, het is voor mij de vierde keer inmiddels. En ja, het is toch de uitdaging van de beklimming iedere keer. Dus dat is wel heel mooi. En het is een mooie landschap. Want dat bent u niet gewend? Nee, het is bij ons iets vlakker. Waar komt u vandaan? Hardenberg. De parkeerplaats in Vilt werd drukker en drukker. En er zijn creatieve manieren genoeg om de fiets mee te nemen. En op die vroege morgen zijn er ook bijzondere outfits te bewonderen. Wat hebben jullie originele pakjes? Als er daar een wedstrijd voor was, hadden jullie gewonnen. Denk ik ook wel, ja. Ja, leuk hè? Ja. We zijn een bedrijventeam uit Scheemde en Winschoten omstreken. Maar jullie zijn zebra's? Ja. Kun je even laten zien? Ja. Voorkant. Achterkant. Super hè? Meneer, wat is er aan de hand? Waarom loopt u met een wiel? Een lekker band. Nu al? Nu al, ja. Nog niet gestart en toch een lekker band. Maar hier is het ontbijt, hè. Ik weet niet of ze nou banden kunnen plakken hier. Ja, dat zal toch wel lukken. Ja? Doen we er een lapje oude kaas tussen. Moet lukken. Kijk, er is de gelukkige eigenaar. Ja, dus ik ga mee naar binnen. Nog een meter gefietst en een lekker band. Godverdomme. Steeds meer renners melden zich in de ontbijtzaal voor een gezonde start. En daar vinden we ook de rondemissen die zich goed hebben voorbereid op hun taak. En onze rondemis die morgen de prijs gaat uitreiken, die zei al, ik ga iedereen in zijn billen knijpen. Dus... Ja. Dat zei ze inderdaad. Ze gaat bij voorbaat gewoon al die mannen in die kont knijpen. Dus ja, ben dat benieuwd. Komt wel goed. We pakken ze gewoon terug. En als de bodem is gelegd, dan beginnen ze aan hun Amstel Gold Race. Ja, volle maag dus, maar die maag is helemaal leeg op het moment dat ze hier aankomen na 125, 150 of misschien wel 250 kilometer. En dan komen ze bij, wat misschien wel een beetje lijkt op de rondemis, in ieder geval bijvoorbeeld bij Ashley. Een van de vele mensen die hier werken. En Ashley, dat vertelde ze me net, de hubs, al een beetje een lame arm, want wie veel hubs er ook mogen doen? 2000 medailles. Ja. Dit is de volgende meneer. Ja. Wat een eer voor u. Ik heb er al zoveel gehad, hè. Dankjewel. U hoort dat Robbie Ashley iedere keer zoenen, of niet? Ja, maar hij is nog een beetje terug om te zoenen. Ja, maar is het nog een beetje te doen, want het zijn er natuurlijk zo vol. Ja, maar we zijn nog met veel nu. Dus het geeft wel. En hoe lang zijn ze nog heen? Bis 7 uur aan roer. Okay. En begon ze om? 11 uur. Oké, dat zijn lange dagen in ieder geval. We gaan eens even kijken of we nog een laatste momentje kunnen opnemen van de fietsers hier. Meneer, ik ga u even vragen, want hoeveel kilometer achter de rug? 100. Ging goed? Perfect, geen probleem. Ja. Hoe was het onderweg, de sfeer? Heerlijk, ja. Hartstikke goed. Geen moeite met de heuvels, met de bergen? Ja, af en toe wel. Moest je wel goed trappen om boven te komen, maar dat ging wel goed. Proficiat in ieder geval. Op weg naar Ashley. En zo zijn hier dus de mensen opgelucht en blij dat ze die lange tocht goed hebben volbracht. Een beetje in het voetspoor dus van... is Philippe Gilbert die hier won afgelopen september. 12.000 toerfietsers dus, maal 3 kussen. Dat zijn 36 kussen op een dag voor Ashley. Dat is een dagtaak, Aart. Ja, dat is een enorme klus voor haar. En misschien op weg naar een Sagannetje. Kan het eigenlijk wel een Sagannetje op het podium hier straks, toerfietsers? Even de billen knijpen. Nou ja, ik zou dat gewoon lekker niet doen. Lekker niet doen? Lekker niet doen. Gaan we dat ook niet meer doen dan. Ploegleider van Kanselij DCM. Je zegt, de jongens hebben vandaag een beetje rustige dag, een afwachtende dag. Voel je dat de spanning dan langzaam toeneemt in zo'n weekend? Je komt op donderdag of vrijdag bij elkaar, dan is het toch lachen. Is het vandaag al wat rustiger geworden? Ja, iedereen is er erg bewust van wat komen gaat. En de Amstel is niet een wedstrijd op zich, maar het is ook een start van een drieluik. Het is een start van en Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En binnen je eigen ploeg moet je ook keuzes maken. Wie rijdt wel, wie rijdt niet. Wie kan ze alle drie aan, wie slaat er één over. Het is een heel puzzel voordat je echt 8 man aan de start hebt. Ja, we hadden het er ook al even over gehad in het Ellie Wielercafé. Wie rijdt wel, wie rijdt niet. Poels rijdt niet. Duidelijke reden, die zeggen, hij moet even zijn rust nemen op dit moment. Om misschien wel woensdag echt te kunnen scoren in de Waalse Pijl.
Ja, als we kijken naar de kwaliteiten van Wout, die zijn groot. En die zijn Wout is wereldtop. En de afgelopen keren in de Amstel Gold Race hebben we ook gezien dat hij nog tekort komt. En wat komt hij tekort? Hij komt tekort om die korte hellingen echt explosief daar bij de eerste te eindigen. Ook na 200 kilometer. Dankjewel Limburg voor dit fantastische spektakel. Nou, kijk eens aan. Complimenten. Ja, heel mooi. Ga door. En dus de afstand, het is nog een klein beetje een ding waaraan gewerkt moet worden. En mocht nou afgelopen zomer niet gebeurd zijn wat gebeurd zijn, was uiteindelijk in de Tour, had Wout hier aan de start gestaan. En dat heeft wel degelijk een oorzaak is dat waarom we absoluut gekozen hebben voor de Waalse Pij. Wat hem veel beter ligt. Wat 40, 45 kilometer korter is. Dan moet je keuzes maken op hoog niveau. Moest je hem echt ook afremmen? Heb je te maken met een jongen die zegt, ja, niks meer te maken. Ik wil zo graag in die eigen koers rijden. Ja, tuurlijk. Maar we zijn inmiddels wel achter dat we elkaar redelijk in discussie kunnen gaan. Maar ook begrijpen wat we bedoelen. En we hebben er uitvoerig over gesproken van hoe gaat het programma eruit zien. En wat moeten we met de Amstel? En we hebben echt gewacht tot de koersen die de afgelopen weken geweest zijn, gebeurd zijn. En doen de beslissing en de knoop doorgehakt. En daarin geloven we echt in een podium in de Waalse Pijl. Wat niet mogelijk is op het moment dat hij in de Amstel Gold Race rijdt. Ja. Dat is net een stapje te ver, ja. Wat nu niet past. En dan moet je keuzes maken. En dat is niet altijd even leuk. Maar ja, we gaan wel voor het hoogst haalbare. En dat is de focus op woensdag. Ja, het hoogst haalbaar voor jullie ploeg. Morgen dan, daar staan we hier voor. Het hoogst haalbaar is de nummer 1 positie. Is dat reëel te stellen dat de vakantie DCM hier gaat winnen morgen? Nou, met het parcours zoals het altijd geweest is de afgelopen jaren was het onmogelijk. En met het parcours zoals het er nu bij ligt is er een mogelijkheid. En dat maakt wel het degelijk dat binnen onze groep gewoon wat meer kriebels zijn. En wat meer mogelijkheden geboden worden door de organisatie. En met Leo met zijn parcoursverandering. Wat echt in mijn optiek al eerder had moeten gebeuren. Maar waar we nu echt volgens mij morgen een mooie koers van gaan zien. Waarom dan? Want er zijn ook mensen die zeggen, ja leuk, maar dan gaat het niet meer gebeuren op de IJsselbosweg of de Keutenberg. Nu wacht iedereen op de laatste keer Kouwberg. Nee, ik denk toch zeker dat de aanvallers beloond gaan worden morgen. En dat je gaat zien dat je als aanvaller gewoon verder in de koers gaat komen. Verder in de finale gaat komen. En daardoor een opener wedstrijd gaat creëren. Want je kunt, laat ik zeggen, je kon de afgelopen 3-4 jaar kon je gewoon 10 namen opzetten, op papier zetten. Je wist alleen niet precies helemaal welke volgorde. Maar die 10 stonden altijd bij de eerste 10. En dan kun je morgen kun je het niet doen. Morgen moet je 25 namen opschrijven. En dat maakt dat de koers veel mooier gaat zijn. Waarom denk je dat los van het feit, andere jaren was het die 10 namen omdat je bergop finisht op de Kouwberg. En er zijn maar een paar mensen die explosiviteit in de benen hebben. Gaat die extra lust dan nog iets extra daaraan toevoegen, denk je, aan die spanning dan? Ja, zeker. Want je zag natuurlijk met de finish in Maastricht jaren terug. Dat er mogelijkheden waren, ook voor de Nederlandse renners. Ook een Leo van Bon die kon voor een podium gaan. Ja, Erik Dekker won daar nog. Erik Dekker. Dus het verschil dat je tussen de klimmetjes nog tijd hebt. Dat je iets meer kan herstellen. Gaten kan dichtrijden die je eigenlijk bergop, waar je tekort komt. Kun je weer de Tour rijden op het vlakke wat meer in jouw capaciteiten ligt. En dat maakt het verschil dat die finale ronde die hier morgen ook geregeld worden. Ja. Ja, wel degelijk belangrijk gaat zijn. Hoe is het met Rob Ruig? In zijn eigen thuiswedstrijd. Ja. Waarom lach je? Nou ja, ik ben lekker met Rob bezig en aan sparren. Rob heeft een heel moeilijk jaar gehad, afgelopen jaar. Is op zoek naar zijn niveau van 2 jaar geleden. Is op zoek naar wat voelde ik toen en waarom voelde ik dat nu niet? En waar zit het hem in? Trainingen nagekeken, andere winteraanpak. Hij is duidelijker, scherper bezig met wat hij vorig jaar was. En hij zit te wachten op dat laatste setje. En er is op dit moment niet iemand die dat duwtje kan zetten. Dat zal Rob zelf moeten doen. En dat zit ook in je hoofd van, ik wil voelen wat ik toen voelde. En waarom blijft dat weg? Waar zit dat hem in? En dat is best een hele moeilijke kwestie voor in de topsport. Van waar zit dat laatste grensje waar je overheen moet om wel weer mee te doen daar waar je stond? Is dat een beetje ongrijpbaar iets omdat je misschien wel een keer gewoon een goede uitslag moet rijden? Of een keer met vertrouwen een top 10 klassering in een grote wedstrijd gaat rijden? Ja, wat je zag de afgelopen weken, een maand in de etappekoersen die we hebben gereden in Spanje. Bijvoorbeeld de ronde van Catalonië, Pro Tour. Dan gaat het één dag super met Rob en de andere dag is er toch weer dat hij niet mee zit. En hij zelf snapt het niet, wij snappen het niet, we praten erover. We kijken van, wees eens wie je was. Ja. Dat is aanvallend rijden, dat is niet nadenken over een finale. Je moet eerst meedoen in de koers vanaf start om in die finale terecht te komen. En Rob was met zijn hoofd al in die finale. Maar
Er gaat 200 kilometer aan vooraf voordat je in die finale zit. En dat is een beetje mentaal, ja, met elkaar een beetje... Ja, sparren. Ja, sparren en zoeken naar dat moment dat komen gaat. En ja, ik hoop dat het dit weekend gaat komen, komende week gaat komen. En anders in het Giro d'Italia, waarop zeker aan de start staat. Dat hij er doorheen gaat raken, daar weer waar hij thuis hoort. Oké, gaan we zo over verder praten. Maar eerst gaan we naar Maurice toe aan de finish bij de volgende van die hele vele grote groepen mensen die nu binnenkomen, Maurice. Inderdaad, Sander, want het is wat dat betreft spitsuur. Dat geldt hier, dat geldt ook op de Kouberg. En ik zei al eerder, er komen families binnen. Bijvoorbeeld hier Joy uit Naaldwijk met vader en broer. Hele rit achter de rug. Ja. Nu finishen we op de Kouberg. Voorheen was het eigenlijk veel minder zo. Dan kun je de laatste twee kilometer nog eens eventjes doorrijden. Hoe was dat, die laatste berg? Die laatste berg was echt heel leuk, omdat iedereen aan te juichen was. En omdat je even wilt doorzetten, dan, zodat je niet op het afstap bent, uiteindelijk lukt. Je wordt een beetje de berg opgedragen eigenlijk. Ja, door het publiek dan word je zo de berg opgedragen. En wie ging er nu voor op? Vader of broer of zus? Vader en broer. Ja. En ik dracht eraan. Altijd zo bij jullie thuis? Ja, altijd eigenlijk. In ieder geval, van harte proficiat. Groet aan Naaldwijk. Voor jullie, de ronde missen, die wachten nog op een foto. Want dat is ook goede traditie hier. In ieder geval, proficiat met die mooie tocht. Dat in ieder geval hier, de mooie taferelen vanaf de finishlocatie. En Naaldwijk is dan weer de thuishaven, ook een beetje van koersdirecteur Leo van Vliet. En volgens mij is het hele Westland hier wat dat betreft vertegenwoordigd. Want Leo neemt geloof ik het hele dorp mee naar Limburg als de Amstel Gold Race is. Ja, denk ik, in een organisatie als dit heb je mensen nodig waar je echt een heel jaar door mee kan praten, sparren. En als die in de Mayo omgeving zitten op dat moment, dan is het alleen maar prettig dat die ook op de dag en het weekend dat het allemaal moet gebeuren. Waarschijnlijk zitten ze hier al vanaf maandag, een hele week, dat je met die mensen ook verder uitbouwt naar dit evenement. Hoe vaak zit de ploegleider nog op de fiets? Te weinig, Sander. Ja? Ja. Hoeveel nog? Ja, er gaat gewoon heel veel tijd in zitten in het werk wat je uitvoert. En dan de prioriteit die altijd is geweest, die eigenlijk 14 jaar bovenaan heeft gestaan, was trainen. En die prioriteit staat nu op plek 10 ongeveer. Ja, terug naar Maurice, hoor ik, aan de finish. Maurice. We krijgen hier van die leuke anekdotes binnen. Bijvoorbeeld van Lotte, die heeft gefietst. Hoe lang, Lotte? 150. En dan kijken we op het formulier en dan zien we een L. En dan is jouw achternaam een hele aparte. Limburg. En we hebben het er niet voor gedaan, maar je komt niet uit de buurt. Nee, ik kom uit Den Haag, maar mijn familie's naam komt uit Noord-Holland. Dus... Ja, maar ik neem maar een groot succes hier over de Limburgse wegen en heuvels. Ja, heerlijk. Elk jaar is het weer een groot feest met zonnetje erbij. Maar wat dat betreft, in je stamboom, zit er een soort link naar deze provincie? Of misschien naar het Duitse Limburg? Nee, we hebben wel eens gekeken, maar het is allemaal Noord-Holland. Gek genoeg. Ja. Maar de vraag is dan wel, voel je je hier extra thuis? Heel erg, ja. Helemaal. Proficiat met je mooie resultaat. Ja, Lotte Limburg. Dus veel prominenten zijn ook vandaag onderweg. Bert van Marwijk bijvoorbeeld, de oud-bondscoach op de fiets. Zal morgen ook in de wagen gaan zitten van Leo van Vliet. Om in ieder geval een rondje mee te maken in het peloton. En daarna gaat hij dan naar PSV Ajax. Dat is hem vergeven als voetballiefhebber natuurlijk. Maar ook een bijzondere wielernaam. Michael Bogert. Natuurlijk heel veel in nieuws geweest de afgelopen maanden. Na zijn uiteindelijke dopingbekentenis zou je misschien verwachten dat hij zich in de luwte gaat opstellen. Maar nee, zegt hij, ik ga de Amstel Gold Race rijden voor de eerste keer met mijn zoontje, met Mikai. 65 kilometer. Vanmorgen vertrokken ze vroeg en Kim Langenslag die was daarbij. Tussen al die duizenden tourfietsers vinden we een bijzonder stijl. Michael Bogert en zijn 8-jarige zoon Mikai. Michael, hoe is dat voor jou om samen met je zoon hier te rijden? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Het is de eerste keer dat we samen een toertocht gaan rijden. Dus ik heb er heel veel zin in. Het zou leuk zijn. Hoeveel gaan jullie rijden? 65. En dat kan hij wel aan? Dat gaan we hopen. We gaan daar lekker op het gemakje doen en dan zien we het wel. Heb je een beetje geoefend? Ja. Wat vind je zo leuk aan wielrennen? Dat ik met mijn vader heel vaak kan fietsen. Ja? Een bondgezelschap aan de start, het enige groepje met hippe brillen. Nice glasses. Oh, dank je. De ander met een opvallend jasje.
Meneer, bent u al gekleed voor Koninginnedag? Nee. Nee? Ben ik niet voor gekleed. Dames, met hoeveel gaan jullie? We zijn met z'n viertjes, vier dames. En eigenlijk nog een heleboel anderen, maar ik denk dat die mannen er meteen vandoor zijn. Laten ze jullie alleen rijden? Ja, dat denk ik wel. Maar wij komen er best goed achteraan hoor. Dat gaat best goed komen, denk ik vandaag. Meneer, volgens mij bent u een van de langste hier. Ja, dat zou best kunnen, ja. 2 meter. Is het dan ook zwaarder misschien? Ja, maar dat is met name, het heeft niet met de lengte te maken, het heeft meer met gewicht te maken. Dus ja. Ze moeten wat af? Eigenlijk wel, ja. En dan vinden we net voor de start ook nog oud-tourwinnaar Jan Jansen. Ik heb bijna gefietst hoor, maar ja, ik heb eenmaal ja gezegd, dus doen. Maar dat zal wel lukken. Ja, wordt het zwaar? Het wordt ik denk heel zwaar. Ik hoop dat het droog blijft. En ja, ik zie wel. Ik ga aan het wiel zitten. Ik ga niet meer de kop op dringen. Het is, ik volg wel. Ja. Dan ben ik ook heel benieuwd, wat heeft u nou in uw fietstasje zitten? Van alles en nog wat. Dus papieren zakdoekjes tot drinken en eten toe, de bananen. En nu bent u warm genoeg? Ik ben nu warm genoeg, ja. Ja, nu gaat het gebeuren. Ja, ik ben helemaal klaar voor. Wat gaat u rijden? 150. Ja. En u heeft een mooie shirt aan van Rob Ruig? Ja, ook nog. Ja. Met de pen van Rob? Nee, dat niet, maar ik vind het een mooi shirt. Nee, we hebben wat lekkere drankjes mee, Rivella en dat soort zaken. Dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Geen rosé? Rosé? Nee joh. Het moet eerst de zon komen. Ben ik toch wel heel benieuwd. Wat heeft u om uw knieën? Ik heb een brace. Ik heb last van mijn knieën. Dus ik heb daar net een brace omheen. Om wat beter kunnen te fietsen. Ja. Aan beide kanten? Ja, aan beide kanten. Ja. Slijtage. Dus nee, dat gaat helemaal goed komen. Ja? Geen zorgen. Nee, geen zorgen. Ik ga. Oké, bedankt. Doei. Dat waren de vertrekkers van vanmorgen. En dit zijn de mensen die nu nog steeds aankomen. Een hele dag op de fiets zitten in deze tourversie van de Amsterdam Gold Race. Nogmaals gezegd, 12.000 geregistreerde mensen die eigenlijk al heel vroeg in het jaar zich moesten inschrijven. En bij loting dan binnen kunnen komen. Het zouden hier minstens 3-4 keer zoveel kunnen zijn. Maar daar is de plek niet voor. Het is nu al druk op de Limburgse wegen. Morgen de profwedstrijd. Wie is de grote favoriet? A4-Houten. Ja, die groep is een beetje uitgebreid. En, iedereen heeft het over Gilbert Sagan. 5 sterren. Ja, tuurlijk. Maar dat maakt ook gelijk weer het mooie van het wielrennen. Dat er mogelijkheden genoeg zijn dat er anderen winnen. En natuurlijk heeft Sagan zich laten zien, getoond. Afgelopen woensdag weer getoond. Alleen het verschil tussen afgelopen woensdag en de voorgaande koersen, daar zag je al in dat die minimaal zijn. Hè? Met de Gilbert die diezelfde sprint aan gaat, die niet afwacht. Die uiteindelijk geklopt wordt met een half wiel, een klein wiel. De mogelijkheden die er zijn in de Amsterdam Gold Race en Legio om ook Sagan op die manier te verslaan. Ja. Dus ik durf niet op voorhand in te vullen dat zij het zijn. En we hebben ook nog een Gerrans van Greenwich die eigenlijk op een heel andere traject hier naartoe gewerkt heeft. De mannen van Sky die hebben wat nieuwe mensen. Daar kan ook een verdraaid lastige groep uit de bocht komen die met 3 man in die finale terechtkomen. En Sagan, we hebben het de afgelopen keer al iedere keer gezien, die zit constant alleen. Is er een tactiek waarvan je zegt dat is de manier om zo'n ploeg uit te schakelen? Kan je zo'n ploeg eigenlijk uitschakelen, Cannondale? Ja, je moet met 3 man in die finale zitten van je team. En met die 3 man moet je de aanval ingaan, want Sagan kan niet op alles reageren. Met wie? Met Marcato, met Leukemans, met Lagoutin? Lagoutin, dat zijn onze echt wel de 3 jongens die het voor ons moeten doen. Marcato is op het randje van dat hij het aan moet kunnen. De afstand gaat hem misschien een klein beetje te parten spelen. Komt terug van de knieblessure, heeft 3 wedstrijden gereden tot nu toe. Wel enorm goed, moet ik zeggen. Hij start in de wedstrijd, zit gelijk in de finale mee te doen. Maar dat is nog iets anders dan 255 kilometer goldrace. Ja. Ja, dat is even afwachten. Maar goed, als je in iets vroegere ontsnapping zit dan de rest, dan hoef je in die finale niet met echte kleppers mee. Want dan zit je er namelijk al voor in.
En ik denk dat daar het parcours zich uitermate toe leent morgen. Ja, morgen zit je in de wagen? Michel zit in de auto. Zit jij in de wagen? Ik kijk van de zijlijn toe. TV kijken. Ja. Beste overzicht. Ja. En toch met elkaar contact hebben nog? Ja, ja, zeker, zeker. Succes morgen. Dankjewel. Jullie ploeg. Dankjewel. Dankjewel. A4-Ruiten was dat over de koers dus van morgen. Straks Telegraaf wielerverslaggever Ramon Kerkhoffs hier bij mij. Maar eerst gaan we naar Maurice de Heus aan de finish. Maurice. Ja, waar inderdaad de duizenden tourfietsers binnenkomen. En waar, net als bij jou, Sander, ook de wedstrijd van morgen onderweg al een beetje onderwerp van gesprek is. Hoe moet dat nu? Ze hebben nu echt de finish gereden. Dus ze weten wie er eigenlijk de beste benen heeft morgen. En hier hebben we een echte kenner uit Varsseveld. Want de Ronde van Vlaanderen, daar had je het goed? De Ronde van Vlaanderen had ik het goed. Weddenschap met mijn zwager. Die tipte Sagan. Ik tipte Cancellara. Maar ja, morgen zeg ik toch Sagan, denk ik. Je hebt nu zelf de finish gereden en die is voor Sagan, omdat? Het end. Kan u nog even goed aanzetten. En de sprint. Daar denk ik dat Sagan wel mee gaat winnen. Dus, hoe ging het met je eigen sprint? Moeizaam, de laatste meters. Ik was blij dat je van de fiets afkwam, dat je gewoon lopen. Zoiets, ja. Ja, ik was heel blij dat ik boven was. Ja. Prima. Goed, we gaan eens even kijken, want we hebben hier ook heel veel groepen fietsers. En dan moeten we even onder het dek door. En dan komen we hier terecht bij een hele groep met een dame die als allerlaatste binnenkwam. Waar de emoties ook hebben toegeslagen, want het was zo moeilijk. Ja, en je komt jezelf gewoon goed tegen. Echt je grenzen en ja. Ja. Ja, maar je kreeg een groot applaus toen je net binnenkwam. Waar had je het echt moeilijk? Ik had het echt op wel met de klims wel moeilijk. En je hebt al 100 kilometer in je benen en dan kom je nog even naar boven. Ben je de laatste van de groep? Dat denk ik wel, ja. Ja. Maar we zijn wel met z'n allen gegaan. We zijn met z'n allen gegaan. Van harte proficiat in ieder geval. Geniet ervan, want dat is er nu. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Prachtig, de emoties lopen hoog op in de Amstel Gold Race. Niet alleen voor winnaars als Gilbert en Sagan dus, maar ook voor mensen in de Tourversie, Ramon. Kan je het je voorstellen? Nou, dit is wel toch een prachtige prestatie. En als je hier nu kijkt, de verplaatsing van de finish van de top naar de Kouberg, naar deze plek. Ja, het zorgt dat er veel meer ruimte is en het is echt een volksfeest hier. En dat is wel mooi om mee te maken. Hoe ziet de dag van vandaag voor jou eruit eigenlijk als Telegraafjournalist? Nou, ik ben sinds oktober voorzitter van de AIEC, dat is de internationale vereniging van wielerjournalisten. En wij hadden vanochtend een cursus, ja jullie horen het goed, een cursus. Vanaf de Tour de France hebben tegenwoordig journalisten die in koers zitten ook een licentie nodig. En vanochtend hadden wij een cursus daarvan van 2 uur en ja. Die hebben we gevolgd. En dat is een belangenvereniging voor journalisten in het wielermilieu? Ja, die vooral opkomt om de werkomstandigheden voor de journalisten in de World Tour wedstrijden te verbeteren. Ja. En ik moet wel zeggen, daar zit op het ogenblik behoorlijk schot in. Ja, hoe is het met de werkomstandigheden in de Amsterdam Gold Race bijvoorbeeld? Nou, het mooie van de Amsterdam Gold Race is toch weer dat ze ook geluisterd hebben naar de plek van de perszaal. Want dat is vaak het meest essentiële. En net als met het WK wielrennen zitten we gewoon bovenop de finish. Dus ja, meer kunnen we eigenlijk niet wensen. En dat is dus meteen een bruggetje naar die nieuwe locatie. Wat vind je ervan? Finish niet meer bovenop de Kouberg, maar nu wel hier in Bergen te Blijt, zoals het ook bij het WK was. Nou, ik denk dat het wel voordelen heeft. Ik vind voornamelijk de lus vind ik heel slim gedaan. Geulemerberg, de Bemelerberg en dan nog eens de Kouberg. Want ik blijf erbij tot de IJzerbosweg toch voor renners een opening biedt om de koers hard te maken. Ja, en dat is nu op 40 kilometer zoiets van de finish. Dus eigenlijk verwacht ik dat we morgen een finale van een uur krijgen. Ja, en vorig jaar zagen we de demarrage van Oscar Freire net op de top van de Keuterberg. Ja. Dus dat was maar een finale van 7 kilometer en dat was eigenlijk wel vrij kort. Waarom denk je dat ze toch zo vroeg al zullen gaan dan? Kijk naar de Ronde van Vlaanderen, daar wachten ze ook het de laatste keer naar Paterberg eigenlijk. Dat is 10 kilometer voor het einde. Het gekke van dit seizoen is dat we eigenlijk, en als je naar de namen kijkt, een heel saai voorjaar hebben. Overal was het Cancellara Sagan. Maar ook nu met de Amstel Gold Race heb je eigenlijk maar 2 echte favorieten. Dat zijn Sagan en Gilbert. Wacht je als concurrent tot op de laatste keer de Kouberg, ja dan ben je geklopt. En we zagen juist in Parijs-Roubaix voor het eerst dat de renners met een andere tactiek kwamen tot allen tegen Cancellara. En ik denk dat er nu toch wel een paar maxblokken zijn. En dan denk ik vooral aan Sky, maar ook bijvoorbeeld aan Katusha. Die tegen Sagan en tegen Gilbert gaan rijden. Dus dat biedt wel mogelijkheden. Straks meer van jou dadelijk over die analyse. Gilbert, Sagan, de grote topfavorieten van morgen. Eerst terug naar de tourversie van vandaag. De renners dus onderweg. We zagen al Michael Borre bijvoorbeeld als de prominente. Het was eigenlijk voor iedereen een hele aangename dag. Weliswaar veel wind. Maar in het zonnetje, voor het eerst misschien wel dit jaar. Boven dat we echt dubbele temperaturen hebben, dubbele cijfers.
Mensen waanden zich even een beetje in Italië, zo hoorden we vandaag. Limburg op zijn best, zo mag je het wel noemen. De Zuid-Limburgse heuvels zijn zwaar, maar het is prachtig. De wolken verklappen dat een buitje er wel in zit vandaag, maar de zon laat zich gelukkig regelmatig zien. Een mooi landschap, lekker een beetje gezellig met elkaar, gezellig weekend hebben en dan lekker een beetje fietsen. ...12.000 toerfietsers. Dat zijn 24.000 wielen die hier rijden. Onderweg staan de familieleden te wachten. Hopen dat er een glimp kan worden opgevangen van broer, zus, pa, ma of echtgenoot. Op wie bent u te wachten? Op mijn man. En waar is hij dan? Op de fiets. Ja. Maar waar? Dat is een goede vraag. Heeft u nog contact met hem gehad? Ja, onderweg. Toen gingen ze net starten. Voor de rest niet. In de tijd dat wij in spreken zijn, dan fietsen we langs. Oh, nee, zul je nog zien. Niet, hoor. Nee. Dat gebeurt niet. We houden en hoe heet uw man? Fred Onklin. Fred? Ja. Oké, we gaan op zoek naar Fred. Oké, nou, we wachten het af. Maar Fred, die laat op zich wachten. Dus zit er voor ons niets anders op dan gewoon instappen. Tot ziens. Ik wil je even op attenderen, maar ik zal even een foto maken. Wacht. Ik wil je even laten zien. Het klopt niet helemaal. Je haar komt uit je helm. Ja, dat heb ik altijd, ja. Daar moet mijn vriendin ook altijd om lachen. Ja, ik snap wel waarom eigenlijk. Ik ga hem wel bewaren. Ja. Nee, hartstikke mooi. Ik zal hem je doorsturen, want dat is echt een fantastische foto. Wil je even zien? Succes hier, hè. Dankjewel. Het hele jaar wordt hiervoor getraind. De tourversie van de Amstel Gold Race. Ieder zijn eigen afstand, maar voor alle deelnemers geldt, de finish komt steeds dichterbij. Dit zijn de fietsen die geparkeerd staan bij de finish van de Amstel Gold Race Tourversie. En dan weet u als wielerkenner, hier staat voor miljoenen bij elkaar. Want de tijd is voorbij dat mensen op een veredelde driewieler aan dit soort dingen meededen. Soms kom je nog hele mooie fietsen tegen. Bijvoorbeeld van Martijn uit Arnhem, die kwamen we net tegen. En die heeft een fiets, een gazelle, waar hij lang naar gezocht heeft en die wel een heel speciaal verhaal heeft. Ja, dat klopt. We hebben hier 2 jaar naar gezocht. Want mijn vorige fiets was gescheurd op de Mont Ventoux met de kinderen erachter in de kinderwagen. Rij je met de kinderen de Mont Ventoux op? Nou, dat is niet gelukt. Dat viel toch wat tegen. Maar toen wou ik een nieuwe stalen frame. En dat was lastig te vinden. Dus ik heb 2 jaar op internet gezocht. En daar deze fiets uiteindelijk gevonden. Maar ik heb hem gevonden met veel rondbellen en zoeken. Bij een fietsenmaker in het zuiden van het land. Ik ben de naam even kwijt, maar die hield ermee op. En die had nog 4 frames op zolder liggen. En eentje in mijn maat, een 63. En wat was er nu het moeilijkste aan die fiets om te vinden? Nou, de wielen en het opbouwen is allemaal bij Robbie, bij Mantel in Arnhem gebeurd. Dat is allemaal goed gegaan. Dat is allemaal nieuw. Maar het lastige was de stuurpen. Daar heb ik ongeveer een half jaar naar gezocht om een mooie stuurpen te vinden die niet te lang was. Die nog in de oude fitting past. En dat was het lastigste. Het sturen en de stuurpen. Rijdt u nu op zo'n dag als vandaag net zo goed als die van je collega bijvoorbeeld die een iets modernere fiets heeft, laten we zo zeggen? Nou, hij gaat veel harder, hè? Dan rij je veel harder mee de bult op. Het is een stuk comfortabeler. Je ziet die voorvork, die loopt nog een beetje krom, dat veert nog een beetje mee. Maar het rijdt echt heerlijk. De bult af ging harder, Eugène, of niet? Ja. Hij is in het voordeel, hoor. Hij is in het voordeel. Het lijkt misschien wat ouderwets, maar nee. Hij gaat echt harder. Goed, jongens. Oké, in ieder geval van harte proficiat. Proficiat met de fiets ook.
En veel plezier vandaag nog. Goed zo. Dat is mooi. Op dat soort oudjes zal Gilbert morgen zeker niet rijden. Het beste van het beste natuurlijk. Zijn ploeg is al een fietsmaker eigenlijk, een producent. Dus wat dat betreft zit hij wel goed. Gilbert of Sagan, zeg jij maar morgen? Ik denk Sagan. Wat? Ik ben gisteren, laten we eerst vooropstellen dat Gilbert de heerser van de Kouberg is. Als je 2010 en 2011 de Amstel Gold Race op de top wint. Vorig jaar. En vorig jaar wereldkampioen 1,7 kilometer. Gilbert, ik heb gisteren zijn training gevolgd en ik heb hem na afloop gesproken. Hij zegt, ik ben de enige renner die het voordeel heeft tot hij weet wat het is om op twee plekken te kunnen winnen. Dus zegt hij, dat is een mentaal voordeel tot ik weet tot ik ook deze aankomst aan kan. Maar er is één groot verschil met deze aankomst ten opzichte van het WK. Met het WK vorig jaar in september stond de wind in de rug. Dus hij kreeg eigenlijk een zetje mee. En morgen staat de wind echt tegen. Dus dat maakt aanvallen op de Kouberg toch weer een stuk moeilijker. Ja. Ja, en dat komt in het voordeel van Sagan. Want we hebben in de Brabantse pijl toch weer gezien. Totdat de snellere van de twee is. Ja, en op principe is Sagan echt de grote favoriet. Kwam Gilbert ontspannen op je over? Of heerst er toch een bepaalde druk nu op hem? Nu hij in het Brabantse pijl heeft laten zien dat hij goed is, denken mensen... Vandaag is zijn dag, morgen wordt zijn dag. Ik vond hem extreem ontspannen. Je zag echt weer dat er vertrouwen in zat. Het lijkt ook alsof een renner net straalt op een bepaald moment als hij echt een topvorm is. Ja, en die blik zag ik gisteren wel weer bij Gilbert. Hij zit zelf wel een beetje met het gevoel van 2011, het jaar waarin alles lukte. Ja. Hij won toen 4 wedstrijden op rij. Brabantse pijl, Amstel Gold Race, Waalse pijl en Luik Bassenaken Luik. Maar hij beseft ook heel duidelijk dat dat niveau, dat hij dat maar één keer in zijn leven kan aanhebben. En hij zegt, ja, Sagan zit in die mood nu. Die zit in een flow en dan gaat niks meer mis en dan kun je alles aan. Ja, voor mij is echt Sagan de grote favoriet. Alleen, er zijn nog wat outsiders. Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez. Die zijn speciaal naar Tenerife gegaan om zich voor te bereiden op de Waalse Klassieker. Dat zijn wel de jongens inderdaad die we niet heel veel nog hebben gezien de afgelopen maand. Nee, dat klopt. Ja, Rodriguez die heeft eigenlijk, ja, ze hebben wel al gewonnen. Rodriguez won al een rit in Oman. Reed heel sterk in de Tirreno Adriatico. Maar juist de laatste maand, als je het hebt over Catalonië, over Baskeland. Ja, eigenlijk als je dan mij vraagt van welke winnaar zie jij het liefst van deze Amstel Gold Race, dan is het bij mij Rodriguez of Valverde. Want ik vind als je als Amstel Gold Race een grote internationale koers bent, dan wordt het ook eens tijd dat er een Spanjaard op die lijst komt. Waar de koersdirecteur Herman Krot heeft een hele lang geroepen voor een Italiaan. Nou, ik denk dadelijk dat het misschien voor Leo van Vliet een obsessie wordt dat een Spanjaard gaat winnen. Hoe groot is de kans dat een Nederlander morgen wint? Ik zie maar twee Nederlanders die in mijn ogen een kans maken. Dus Bauke Mollema. Maar Bauke heeft 5 dagen niet op de ziek fiets gezeten omdat hij een griep had. Nou, ik denk als je aan de top van je kunnen zit, is het heel moeilijk om 5 dagen niet te fietsen. Zeker tegen jongens waarin de voorbereiding perfect gaat. Ja. Dus ik denk dat hij zich meer richt op Luik Bastenaken Luik. Ja, en dan hebben we Nicky Terpstra, die toch een fantastische Parijs-Roubaix rijdt. Hij wordt daar derde. Maar eigenlijk het meest wat we niet in beeld hebben gezien, is dat hij van fiets moest verwisselen op het moment dat Cancellara de overstap maakte naar de top. Zat hij daar, had hij daar gewoon op de fiets gezeten, had hij daar niet gewisseld. Ja, dan was hij als enige volgens mij in staat om met Cancellara dat gat te overbruggen. En daar had die wedstrijd heel anders uitgezien. Ja. Die hebben we gehad. Mollema, de kans hebben we dus, zullen we zeggen, namens Nederland en Terpstra. Gesink, Poels, allebei niet erbij. Poels hebben we ook al gesproken met Aard Vierhout nog, om duidelijke redenen nu. Wat vind je van dat Robert Gesink hier niet rijdt en kiest voor een voorbereiding op de rondes die eraan zitten te komen? De Giro bijvoorbeeld. Nou, de keuzes van die jongens zijn allemaal te begrijpen. Hij richt zich dit jaar, hij wil een podiumplek in de Giro d'Italia rijden. Wil daarvoor de optimale voorbereiding. Dus dat is te begrijpen. Alleen ja, ik vind ook als je als Nederlandse renner voor een Nederlandse ploeg die op zoek is naar een nieuwe sponsor rijdt. Je moet je publiek ook tonen. Zonder fans, zonder Nederlandse fans, komen die wielrenners niet verder. En daar heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid over. En dat vind ik jammer. Maar ik kan hun doelen kan ik wel begrijpen. Wielrennen is mondiaal aan het worden. Wielrennen is een hele grote sport. En stelt voor die jongens veel meer dan alleen Amstel Gold Race voor. Oké, dankjewel voor je bijdrage vandaag. We gaan je nog lezen aan maandag bij te gast. In Sport op Maandag als we uitgebreid gaan terugblikken op het Amstel Gold Race week. En dat morgen dan echt moet losbarsten met de professionals. Eerst nog even de tourversie van vandaag. Voor de renners onderweg is het een hele kluif. Belangrijk vooral is om die hongerklop dan echt te voorkomen. Eten, eten, eten en veel drinken. En dat doe je dan bijvoorbeeld in Euverum bij de ravitaillering. En daar was ook Bas van Mulke. De meeste fietsers die hier komen rijden 150 kilometer vandaag. In Euverum, vlakbij Gulpen, zitten we op 1/3 van de tocht. En na 50 kilometer begint de maag langzaam maar zeker te knorren.
Als wielrenner kun je echt kilometers lang denken aan of dromen van een lekkere banaan die je weer op de been helpt. Banaantje, heren. Lekker hoor. Ja goed, wafelt en snelle jelle. Banaan. Ontbijtkoek. Ontbijtkoek uiteraard. Dat is, ja, hoeveel heb je er zelf al op? Nog geen. Nee? Nee, nog geen. Het is vooral sokken eigenlijk, hè? Ja. Ja, dat is wat ze nodig hebben. Hè. En allemaal gratis? Allemaal gratis, ja. Of ja, hebben ze eigenlijk wel veel betaald gewonnen? Sponsoren, hè, in ieder geval. Hè. Mevrouw, het is ook zo dat iedereen aan Dijkind alleen maar de bekertjes pak. Dus eigenlijk helemaal niet heinig, dit systeem. Wat? Ja. Het is niet anders, hè? Dat betekent dat je echt de hele tijd helemaal over de tafel helemaal. Oh joh, ja. Moet je net gewoon aan de andere kant gaan staan eigenlijk? Ik heb een dekker naar gestaan en met dat meisje afgelost. Ik heb pijn in de rug al. Maar dat deed toch ook pijn in de rug, of niet? Nee, dat doet mij als de oor, maar het is niks zo. Niks hart voor de zaak noemen we dat. Alsjeblieft. Hart voor de zaak. Ja. Dit is nou de reden waarom zoveel mensen terugkomen in de goldrace. Maar niet alleen de innerlijke mens komt aan bod. Deze heren van de reparatiedienst hebben het ook opvallend druk. Meestal is heel veel afstellen, achter de voordeur, ja, gewoon afstellen. Dat het slecht afgesteld is of dat soort dingen. Wat is er mis? De spaken zijn afgebroken van zijn fiets. Kun je niet verder nu? Ja, ik kan wel verder, ik moet alleen even een nieuwe wiel op. Deze is helemaal afgebroken, dan moet ik nu een nieuwe wiel insteken, want ik kan weer niks mee deze. Ja. Maar als jullie hier nou niet gestaan hadden, dan was het afgelopen, hè? Ja, klopt. Dan kan ze niet doorfietsen. Dus het is wel gelukkig voor die mensen dat we hier staan. Ja. Ze zijn op één hand te tellen, maar bij een temperatuur rond de 10 graden zijn er toch altijd mensen die geen lange mouwen nodig hebben. Nee, ik heb mijn ribben gekneusd. Dus ik heb me helemaal ingesmeerd met een soort tijgerbalsem. Dus ik moet wel een beetje blijven fietsen. Dus je hebt het super warm eigenlijk? Ja, eigenlijk, ik moet blijven fietsen, want anders begint het te branden. Hij zit een halve tube over me heen. Hij is ribben gekneusd, zijn knie is kapot. Nee, hij zit op de trein. Met mijn voetbal heb ik mijn ribben gekneusd. Ja. Hieronder en hier op de rug. Dus ik heb het helemaal ingesmeerd. Dus ik moet een beetje blijven fietsen. Want dan ben je al gevallen vandaag? Volgens mij veel geluk heb je niet in het leven, geloof ik, hè? Ah, ik ben heel gelukkig. Ja, ik ben heel gelukkig. En zo is iedereen gelukkig na de ravitaillering in Overum. De fietsen zijn gerepareerd en de buik is rondgegeten. Klaar voor de rest van de tocht. Of toch nog even het eten laten zakken. Ja, en die komen dan hier aan met een mooie medaille erop. Buik even goed inhouden. Hè? Goed gegaan? Ja, prima. Super. Ja. 150 kilometer, hè? Met veel pitstops, of valt dat dan wel mee onderweg? Ik denk een stuk of 4, dat we er gaan. En waar? Dat zou ik niet meer weten. We komen hier niet uit de buurt, dus... Nee, maar het zijn er wel pitstops met een kleine versnapering, laten we het zo noemen. Ja. Een snelle jellen en zo, hè? Dat soort dingen allemaal. Hey, en wat viel je het meest op aan de rit van vandaag? Aan de Tourversie zoals die dit jaar was? Nou, dat het druk was. Zeer druk, ja. Drukker dan voorgaande jaren, voor je gevoel. Dat is de eerste keer dat ik fiets. Allee. Goed in ieder geval van achter. Proficiat, mooie rit. En dan zie je inderdaad groot of klein, dik of dun. Iedereen doet hier de Amstel Gold Race Tour versie. En komt uiteindelijk, ja dankjewel, en komt uiteindelijk nog wel goed over de finish. Dat is mooi. En dan komen ze binnen op een soort Ibiza-style dance festival. Daar lijkt het langzaam een beetje op. Dat is een mooi sfeertje hier, hè, Mark Lots? Het is geweldig. Ik dacht ook zo net van, als ik de Amstel Gold Race gefietst heb, dan stap ik in de bus en moet ik douchen, moet ik gemasseerd worden, eten en weer naar bed. En ja, hier is het een geweldig feest. Lekker hier een sigaretje opsteken, een biertje pakken. Ik zag inderdaad iemand met een sigaretje. Ja, het kan allemaal. Frieten lopen hier langs, mayonaise, bier. Mooi sfeertje is het aan de finish van de tourversie van de Amstel Gold Race. Jij geeft tegenwoordig clinics aan dit soort tourfietsers. Waarom heb je zelf vandaag niet meegedaan? Waarom heb ik zelf vandaag niet meegedaan? Nou, ik ken het parcours hier natuurlijk. Ik kom hier zo vaak. Maar als ik dit zo zie, dan... Ja, ik wil dit graag ook doen. Hè. Wat interviewtjes geven en de dingen eromheen graag zien. Maar ik ga zeker nog een keer met een groep vrienden hier de tourversie fietsen. Ja. Als jij met de clinicus onderweg bent, wat zijn dan bepaalde tips? Want dat zijn mensen zoals hier, hè? Dik en dun, groot en klein. Ja, ervaren, ja. Niet ervaren, wat geven ze mee? Ja, je ziet vaak wat dikkere mensen, die zitten maar vaak wat kleiner op de fiets, die zet ik dan wat hoger. Wat betekent dat ze in elkaar gebogen zitten? Ja, het zadel staat te laag, dus die benen moeten wat meer gestrekt worden. En dan zie je meteen van, oh ja, dat helpt goed. Niet meteen 3 centimeter, het gaat centimeter op centimeter. En tot ze veel moeten drinken onderweg, tot ze goed moeten eten. En vooral op het verkeer letten natuurlijk ook, want het blijft natuurlijk, het is geen wedstrijd.
Ja. Is het heel zwaar? Je moet echt goed getraind zijn, wil je hier mee kunnen komen? Ja, het is nou zeker ook heel zwaar, want ze hebben allemaal een lange winter achter de rug. Ze hebben weinig kunnen trainen. Velen die gaan dan bijvoorbeeld op een sprintfiets zitten. En als je dan de weg op komt, dan merk je gewoon dat je echt wel kilometers nodig hebt op de weg. En omdat het toch een lange winter is geweest, hebben ze misschien net 2 weken buiten kunnen trainen. En ja, dat zullen ze wel gevoeld hebben vandaag. En zeg even überhaupt over de weersomstandigheden van vandaag. Iedereen denkt prachtig weer, ideale omstandigheid, de zon schijnt. Maar er staat een straf windje tegen de finish in al. Dat staat een heel straf windje. En ze starten hier met 12.000 man. Dus ze kunnen altijd wel iemand zoeken om uit de wind te zitten natuurlijk. Maar zoals als morgen gaat het heel anders zijn. Ze gaan linksaf. Het gaat op de kant. Je moet hier echt bij de eerste 20 de hele dag rijden. Heel geconcentreerd. En dan kun je tot een goed einde maken, denk ik. Wat ga jij morgen doen? Ga je de koers voor de tv bekijken of ga je afsteken? Ik heb de eer om als gast om gasten mee te nemen. Dus ik heb zo'n sticker op de auto. Ik mag overal binnen door. En dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Dat was geweldig. Onderaan de Subbegrubbe stop ik heel vaak bij mijn moeder om even koffie te drinken. En vorig jaar vonden de gasten het daar zo gezellig. Dus zijn we daar blijven hangen. We hebben tv gekeken en ik heb ze de laatste 30 minuten bij de finish afgezet. En dat is de bedoeling dat je af en toe nog even wat kneepjes van het vak bijbrengt, ja. Tactische tips meegeven hoe het werkt in de peloton? Ja, de meesten hebben dan toch wel verstand van wielrennen. En ik vertel een beetje waar de slag valt. Die zal dit jaar natuurlijk overigens een stuk later vallen. Want normaal... Waar valt die? Hebben we met iedereen over. Waar valt de slag dit jaar? Normaal was het IJzerbosweg. Ja. Maar ik denk dat ze nou tot de ene laatste keer Kouwberg vol doorrijden. Het wordt trouwens denk ik heel gevaarlijk. Ze komen met dat hele peloton, tenminste ik denk dat dan een grote groep bij elkaar is. Ze komen met het hele peloton tot Dalemo af. Ja. En dan is het, normaal moest je vooraan zitten om de IJzerbos op te rijden. Dat was een brede weg naar Witten toe. En nu is het een afdaling waar je voor moet zitten. Dus ik hoop dat iedereen daar overeind blijft en dat ze dan uitvechten op de klim. En dan krijg je nog een keer de Kouwberg, dan weer de Geulemer, ja. Dan weer de Bemeler en dan nog een keer de Kouwberg. Ja, ik denk dus boven de Kouwberg dat er echt een mooie groep van een man of 10 wegkomt. En als iedereen mee zit, achter houden ze ook de benen stil. Ze hebben de kopmannen mee. En dan is het, ik denk toch de laatste keer Kouwberg dat iemand een voorsprong probeert te nemen. En Sagan, Gilbert. Ik denk, als ik even overga naar de favorieten, Sagan vind ik toch meer een renner. Die is nog jong, die kan wedstrijden van 200 kilometer aan, maar dit is toch nog even een trapje verder. Dus voor mij is het die gast met die wereldkampioentrui, Gilbert, grote favoriet voor morgen, zegt Mark Lots. De Kouwberg hadden we het over. Maurice, dat is de laatste heroïsche klim voor al die tourfietsers die nu bij jou aankomen. Ja, Kouwberg, Sander, dat mogen we hier nog wel vertellen. Maar zo gauw we het woord Keutenberg in de mond nemen, dan barsten deze dames in tranen uit. Of is het trauma nog niet zo groot? Het is wel te schelden. Dus je moet echt hulptroepen inschakelen op de Keutenberg. Mensen moedigen je aan, maar het is echt niet schelden. Het is heel zwaar. Ja. En je wordt aangetikt en mensen gaan zwabberen. En het is echt de ploeteren. Ja, ieder voor zich. Ja, het is echt de berg die begint met een K. Ja. Ja. Ja, het zijn jouw woorden, maar... Heb je wel, en dan eerlijk zijn, ben je uit het zadel gegaan in de zin van de fiets afgegaan? Ik ben aangetikt en toen ben ik omgeduwd door iemand en toen heeft iemand me even aangeduwd en ben ik doorgefietst. Ja. En Sagan die kreeg daar heel veel kritiek op dat aantikken. Dat is bij jullie geen probleem? Nou, ja, als het aantikken in positieve zin is het oké, maar als het optrekken is het niet goed. Nee, dan val je. Jullie komen hier uit de buurt, wat dat betreft prettig om een keertje door je eigen parcours te rijden, zullen we het zo zeggen. Op deze manier? Ja, en dan is de 150 de allermooiste route. Allermooiste. Ja, daar zit alles in. Vorig jaar 100 gedaan, dit is gewoon de mooiste. Alle bergen, ja. En kunnen jullie herkennen in de kritiek die er is van sommige mensen over de overlast? Of zeggen we ja... Beter dit dan bijvoorbeeld een quad op vierwielen. Absoluut. We merkten wel dat er niet iedere automobilist, sommigen zijn heel schappelijk, maar een aantal waren best wel agressief. Er werd voor onze ogen iemand bijna van de fiets gereden, omver gereden. En dat is echt jammer, want zo'n mooi evenement. Het geeft ook heel veel aan Valkenburg. Hè? Voor de ondernemers en voor het publiek. Er is ook heel veel te genieten. Prima. Goed, jullie hebben ook genoten. Van harte op Friese, dames. Dankjewel. En dadelijk komt de medaille. Dankjewel Maurice. Inderdaad, dat gaat ook wel eens vaker bij dit soort grote massale toertochten die toch heel veel zijn in Limburg over overlast. Voor mensen die gewoon op zo'n dag toch nog door het verkeer willen gaan komen. Of zelf een rondje willen gaan fietsen en in dat enorme peloton terechtkomen. Of mensen die gewoon moeten werken. En Bas Vermulke kwam onderweg vandaag met zijn cameraman werkers tegen. Maar die vonden het helemaal niet zo'n probleem.
Bovenaan de koning van Spanje, niet ver van Valkenburg, zijn deze heren aan het werk. Robert, Jan en hun compagnon. Nou ja, aan het werk, het is behelpen. Ja, het gaat gewoon door. Ja. Maar we moeten ons maar aanpassen in de dag. Hè. Ja, want wie is dat? Vind je het vervelend of vind je het schoon? Nee, ook dat is schoon. We moesten het niet op de weg even begeven. Hè. Pis had hij allemaal langs, want de kind zien met dat tractor al weg op. Maar ja, daar moesten we even begrip voor hebben. Hè. Dus dan maakt niet veel goed. Hè. Moet voor even. Met die weg zoen, dan kunnen we wel beginnen. Een dag niet gewerkt is een dag niet geleefd. Dat is doorgaans de levenswijsheid van een boer. Maar een dag rustig aan is ook wel eens lekker. Nee, ze zelf kan niet op de fiets. Nee. Moet ik weer werken, hè? Dus op de fiets dat geen idee. Dat doen we van niet, hè. Maar je vindt dus wel, Johan, dat het überhaupt gebeurt? Ja, nee, dat is fijn. Dat is nou, dat moest die jongen gunnen, hoor. Ja. Nee, dat is... moest het begrip voor. Morgen is het zondag, de dag van de heer. En van de goldrace. En dat laten deze boeren niet aan zich voorbij gaan. Vandaag wordt er nog gewerkt, maar morgen maken de laarzen en de overals plaats voor wielertenues, vlaggen, toeters en bellen. Absoluut. Ja? Ja. Gaat je ook kijken langs het parcours, waar gaat je staan? Ja, die komen hier langs. Of we kunnen op de Gulpenberg zo. Oké. Dus we kunnen eigenlijk wel kijken morgen. Hè. Of verhoven met de deur, hoe te gaan, dat is in voor ze. Dus, Ik zou zeggen, werk ze en veel plezier morgen. Ja, dank je. Hetzelfde. Hè. Hoi. Hoi. Dus ook positieve reacties, mooi om te zien langs het parcours vandaag, waar gewoon gewerkt wordt. En het zou ook zo moeten gaan. Het is een groot feest op het finishplein, centrale plein hier in Bergen te Blijt, waar de vele duizend toerfietsers al binnen zijn gekomen. En nog steeds druppelen ze langzaam binnen. Was het zwaarst eigenlijk in Limburg op fietsen, staat Keutenberg? IJsselbosweg? Ja, ik denk toch wel de Keutenberg IJsselbosweg, ja. En zeker omdat hij op het einde komt. Begin zijn ze allemaal fris en fruitig en om dan nog de Kouberg op te moeten, ja, lastig voor. Is er een geheim eigenlijk om die bergen goed te beklimmen, die heuvels? Nou, het is gewoon lang trainen. Hoe meer je getraind hebt, hoe beter je die klim opkomt. Vroeger reed ik er nog wel eens buitenbad omhoog als ik wilde. Maar dat lukt Keutenberg maar. Buitenblad? Nee, de Kouberg heb ik het over. Nee, de Keutenberg is echt doseren. Maar zelfs als we het hebben over de professionals van zondag, gaan de echte goede profs, gaan Valverde, Gilbert, Rodriguez, gaan die op buitenblad Keutenberg opnemen? Nee, zeker niet. Nee, dat is binnenblad. 41, 21 maximaal. Maar zodra ze uit de bocht komen, uit het steile stuk, dan wel weer opschakelen? Ja. Dan draaien ze buitenblad. En jouw beste jaren deed het ook? Ja, dat ging nog wel. Ja, maar dat hoef ik nou niet meer te beweren. Dat is echt voorbij, die tijd. Ja, die tijd is voorbij. Dus ja, fietsen is een eerlijke sport. Je moet gewoon keihard trainen. Dus, En hoe vaak zit jij er op de fiets? Dit jaar heb ik al 3 keer op de fiets gezeten. Al 3 keer? Al 3 keer, ja. Maar nu gaat de zon schijnen. En als ik tijd heb, probeer ik toch 1-2 keer in de week op de fiets te zitten. En dat is dan de man die clinics moet geven. Voor je het weet, word je echt weggereden door je clinicus. Ja, daar moet ik mee oppassen. Ja. Maar dat valt toch wel reuze mee, hoor. Nog wel, gelukkig wel. Talent heet dat. Maurice, wie heb je bij je? Hier zijn Claudio en Buzio en je hoort het dan in Frans, want ja, Italiaans ben ik niet helemaal machtig, het kan wel in Frans. Jullie doen ook nu de Amstel Gold Race Tour versie, vorig jaar, Luik-Bastenaken-Luik. Hoe ze weer vette, Liège, Bastogne-Liège. L'année passée, nous sommes un groupe d'Italiens, un dizaine d'Italiens qui aiment assez le vélo, et donc l'année passée on a fait Liège-Bastogne-Liège. Et cette année on a fait l'Amstel Gold Race et on s'est amusé beaucoup. Hein. Ze doen dus heel veel van deze ritten, onder andere Luik-Bastenaken-Luik. Buzio, even rustig, ik moet even vertalen. Il faut traduire. Quel est le meilleur? Ah, pour l'organisation, je crois l'Amstel et aussi pour le paysage. Okay. Nou, u heeft het misschien verstaan. Dankjewel, grazie. Voor wat betreft de organisatie en voor wat betreft het landschap, de paysage. Vond hij in ieder geval de Amstel een stuk mooier dan Luik-Bastenaken-Luik. De twee Italianen dus die helemaal afgereisd zijn voor deze tourversie. En zo hebben we dus hier aan de start en aan de finish in Bergen ter Blijt ook een hele hoop buitenlanders. En hier dus twee Italianen. Dankjewel Maurice. En we zagen gisteren al in het LA Wieler Café dat zelfs Australiërs speciaal voor de Amstel Gold Race naar Maastricht komen om dan de tourversie te rijden. Op zondag dan de start gaan volgen vanaf 9 uur overigens morgen live te zien op L1. En dan weer terug naar Melbourne vliegen. Je moet een beetje gek zijn om het wielerpeloton te volgen. Je hebt echt van die wielergekken erbij hier.
Ja, ja, fantastisch toch? Dat ze helemaal aan de andere kant van de wereld overkomen vliegen om het mooie Valkenburg te bekijken. Even de prognose van morgen van de kenner. We horen nu al van Aert en van Ramon Kerkhoffs, Sagan, Gilbert, zegt iedereen. Heb jij nog een goede dark horse waar je op zou kunnen stemmen? Ja, dat is, ik denk dat er nog altijd wel wat outsiders zullen zijn, maar ik weet het eigenlijk 1, 2, 3. Misschien een Sanchez of zo, of renners die wat uit de ronde van de Baskeland goed zijn gekomen. Een paar Colombianen zag ik ook. Maar het is toch wel een koers, die moet je vaker gereden hebben. Die moet je, dat doe je niet 1, 2, 3. Je moet de hele tijd van voren blijven. En, dus ik hou het toch ook op die twee helaas. In het verleden was het bij jouw oud-ploeg, bij Rabobank, gewoon traditie. Amstel Gold Race is van ons, dus wij moeten die koers controleren. Maar zo makkelijk is het niet meer. Ja, dat was inderdaad altijd zo. Als een groepje wegreed, dan keken ze altijd naar ons toe. En, en ik baalde er natuurlijk van. Dan konden wij al op kop gaan rijden. Ik wilde me natuurlijk ook het liefst sparen voor de finale. Maar het is geen probleem als je hier met je ploeg op kop rijdt. Je rijdt met 7 man op kop, de kopman in het wiel. En het is keer aan het draaien. Je zit zelf ook van voren. En 3 uur verder kijk je om en dan zit je nog maar met 30 man in het wiel. Dus zo'n negatief, zo'n probleem kan er niet zijn, denk ik. Maar ga je dat morgen wel zien als je het over Gilbert en Sagan zijn de favorieten. Dus gaan Cannondale en BMC die koers moeten dragen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus Blanco heeft niet echt een favoriet. Dus ik hoop dat ze zo slim zullen zijn om niet naar Blanco te kijken. En dat is misschien meteen weer een kans voor Blanco om als outsider naar voren te komen. Ja, we gaan nog even terug naar de streep, Maurice. Waar de mensen binnenkomen en dan meteen ook meestal naar de telefoon grijpen om te bellen naar... Mijn vrouw, even vertellen dat ik er weer ben. Ja. Kan ik er even spreken? Wat wil je? Hallo, mevrouw? Je bent helemaal niet meer aan de lijn. Is opgelegd, opgehangen. Hallo, ben je er nog? Oh, dat maakt niet uit. Ja. Nee, opgehangen, misschien toch bang. Goed, prima. Vertel eens, wat heb je gereden? Wat zeg je? Wat heb je gereden? Hoeveel kilometer? Ik heb 150 kilometer gereden. Dus. In een mooi shirtje, wat een beetje een collectors item wordt, want de vakantielei gaat ermee stoppen. Oh, dan heb ik geluk gehad, daar heb ik nog één. Dus. Ja, ik vond maar speciaal dat... daarvoor ook gekocht? Ik vond het een leuk pakje, dus daarom heb ik het gekocht. Dus. Wat zegt je vrouw ondertussen? Is die meeluisteren of ziet ze op de tv? Dat weet ik niet, nee, want zij woont in Friesland, dus ik denk niet dat ze dit nu ziet. Op de kabel, hè? Alleen gewoon te volgen. Nou, zal ze even terugkijken, dan ga ik het even proberen. Ja. Maar goede ervaring gehad, 400 kilometer zuidelijker? Ja, goeie, hele goede ervaring. Dit is de derde keer nu dat we meedoen. Okay. Dus, ja. En vrouw tevreden dat ze en trots dat ze binnen is? Ja, ook. Dus. Maar ik denk ze alleen melden dat ik er weer ben. Dus. Ja, prima. Ze heeft kunnen meeluisteren nu. Van harte proficiat, de medaille die wacht op u. Oké, dankjewel. Ja, hoi. Dankjewel, Maurice. En ik zou zeggen, in een tijdperk dat er zoveel dopingbekentenissen zijn geweest, dat er iets afbreuk doet aan de populariteit van de sport. Daar is hier weinig van te merken. Het is misschien wel drukker dan ooit in Valkenburg. Ja, als ik dat hier zo omheen zie, dan er kijkt toevallig iemand met een heel groot bedrijf. Kom op, sta op, sponsor die wielrenners. En tot we dit nog heel lang mogen meemaken allemaal. Wat dat betreft, de sport is even een deuk opgelopen, maar leeft nog. Ja, die leeft zeker. En vooral ook, ik zie steeds meer vrouwen op de fiets eigenlijk. Dus het blijft maar groter worden, denk ik. Oké, okay. Dankjewel Mark dat je er was vandaag. Morgen dus de grote favoriet. Sagan, dan wel Gilbert en misschien een Nederlander. En morgen kunt u dan live bij ons erbij zijn. Vanaf de start om 9 uur zijn we erbij. Vanaf de markt in Maastricht met de ploegenvoorstelling. En ook met de start, de eerste meters van het peloton en interviews daarbij. Dan vanaf 1 uur bent u er live bij op L1 Radio met verslaggevers in koers langs de route van de parcours en ook aan de finish. En dan vanaf 5:45 komen we nog eens uitgebreid bij u terug vanuit de finish hier met de winnaar. Met de samenvatting en een hele round-up van het hele Amstel Gold Race weekende. Wat dat betreft hoeft u niks te missen van de hele koers. Tot zover de tourversie voor vandaag. Om 5:45 zijn we zo dadelijk weer bij u terug met L1 Sport. Om terug te blikken op vandaag, maar ook op de voetbalwedstrijden die gisteren zijn geweest in Limburgs voetbal met de VVV tegen PEC Zwolle. Maar ook met de Fortuna en NBV met wisselend succes, kan ik heel vast verklappen. Tot zover, dank voor het kijken. Graag ook tot morgen vanaf 9 uur dus bij de start van de Amstel Gold Race vanuit Valkenburg. Dag.